Ja, onderwijs doet het niet goed op verjaardagen, hoor. Ik vertelde pas op een verjaardag dat ik in het onderwijs zat. Toen zei er iemand serieus, echt joh, wat jammer, je hebt zoveel talent. Dat is, ja. Ja. Terwijl, dat is wel grappig. Terwijl ik het idee van lesgeven vind ik ontzettend grappig. Ik vind het echt grappig, joh. Ik vind het ook echt heel gek dat ik daar geld voor krijg. Het is echt, ik weet niet, kan het wel even uit. Ik weet niet of je ooit les hebt gehad, maar anders kan ik het wel even uitleggen. Het idee is dit. Ik sta voor de klas, zo, naast mijn bureau. Staan wij samen voor de klas. We hebben een duo-baan. Anders is het veel te zwaar. En wij hebben een duo-baan en dan staan we zo voor de klas zo te wachten. En dan gaat de bel en dan komen zo de kinderen zo binnen. En die gaan dan zo'n beetje zo zitten. En dan begint mijn les. Een beetje zo van, jongens, ik wil eigenlijk wel beginnen. Jongens, wil je even gaan zitten? Wil je even, pet af, telefoon weg. Jongens. Ik wacht wel hoor. Ik ben hier tot 5 uur. Het gaat allemaal van jullie eigen tijd af. Nou, dat soort dingen zeg ik dan. Op de duur wordt het dan soort rustig, hè, zo. Hè, en dan zitten zij zo en dan kijk ik zo naar hen en dan kijken zij zo naar mij. En dan kijken we elkaar een beetje zo aan. En dan is dit het idee. Let op, is dit het idee. Ik weet iets. En dat weten zij nog niet. En dan zeg ik, zou ik zeggen wat ik weet? En dan zeggen zij, ja, we zitten er toch. Ja. En dan vertel ik wat ik weet. En dan weten zij het ook.